Ik ben net terug van een internationale fotoboekenbeurs. Deze heb ik gekocht bij een kleine Chinese uitgever. Cash. Dat ging niet via rekening, maar dat moest cash worden afgerekend. Daar heb ik een slof met boeken gekocht. Alles wat hij had. En een slof, omdat het boekje is verpakt in een sigarettendoosje. En ook helemaal vormgegeven als een pakje sigaretten. Het zijn huwelijksfoto's. Het schijnt een Chinese traditie te zijn dat bij een huwelijk iedereen sigaretten krijgt aangeboden. En dat de bruid, iedere gast, de sigaret aansteekt. Die momenten zijn gefotografeerd. Het is een klein boekje, maar er staan honderden foto's in. Allemaal van dat moment dat de bruid de sigaret aansteekt. En, wel een beetje bizar, het is sowieso natuurlijk een beetje bizar in onze tijd dat iedereen sigaretten krijgt aangeboden. Net een beetje als in onze jaren 70 en 80. Kan ik me nog herinneren dat als er visite kwam, dat overal glazen volgepropt met sigaretten stonden. Dat iedereen zat te paffen. Ze konden elkaar niet eens zien aan de overkant. Op het journaal zaten ze te roken, overal zaten ze te roken. Dat is natuurlijk helemaal uitgebannen. Maar in China nog niet. En ze doen ook, ik dacht eerst, wat is dat nou? Maar ze doen ook rare rookspelletjes. Flessen met vijf sigaretten erin in vastgezet. Nou ja, staat hier ook allemaal in. Het is charmant, ook wel een beetje bizar. Goud op snee. Nou, de maat is perfect. En het sigarettendoosje. Ik ben eigenlijk wel een beetje trots dat ik dit te pakken heb gekregen. En ik heb snel gereageerd. Ik heb hem leeg gekocht. 25 euro.